januari de meldplicht datalek van kracht is. En om het verschil tussen feit en fictie te maken, hebben we Brenno gevraagd daar wat over te vertellen. Vanuit de wetteksten zelf gaat hij het een en ander doen. Ik kom in mijn werk ook heel veel onbegrip tegen. Wat is het nou? Wat houdt er nou echt in? En die vraag is niet eens altijd makkelijk. Brenno. Dank je. Nou, even maar gelijk beginnen bij het begin. Er is geen wet meldplicht datalekken. Er is geen andere wet of een wet lekken nu melden, zoals ik ergens pas las. Er is een wet bescherming persoonsgegevens. En die wet bescherming persoonsgegevens vloeit voort uit wat we noemen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En dat zegt dat iedereen recht heeft op een persoonlijke levenssfeer. Nou, hoe doe je dat als ICT'er? Dan vertaal je dat dus naar iets wat we snappen. Dus naar persoonsgegevens. En dan is de vraag natuurlijk eerst van waar hebben we het over? Nou, we hebben het over eigenlijk elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. En hier wordt gelijk al heel ingewikkeld. Want wat is nou iets wat leidt tot een persoon? IP-adres is dat ook soms. Ja, precies. En als het soms zo is, dan is het een persoonsgegeven. Kenteken ook. Maar een kenteken kan ook op een bedrijf staan. En een bedrijf is geen persoon. Het natuurlijke persoon. Dat is ook heel belangrijk. Want iemand die dood is. Weet je, als ik kreeg ooit een keer iemand die was heel boos op Twitter. Omdat ik iets schreef over iemand die was overleden. En had hij geen recht op privacy? Nou, om heel lullig te zijn, nee, dat heeft hij niet. Het was niet de bedoeling om lullig te zijn, maar het is een identificeerbare natuurlijke persoon. Dus er zijn ook mensen in Nederland die wobben zich suf op dossiers van mensen die net overleden zijn, om zo archieven in orde te krijgen. Maar staat er iets in over nog levende personen, is het natuurlijk weer wel gewoon persoonsgegeven. Dus dit is een heel rekbaar begrip en dat is natuurlijk in binaire taal best lastig. Want ja, wanneer is iets persoonsgegeven? Nou, een van de leuke dingen is, ik heb nu een rechtszaak die loopt tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Mijn klant wil eigenlijk alleen maar weten, wat kost nou onze zorg? Als we naar een ziekenhuis gaan, wat kost dan een gebroken poot? En daar wordt nu opeens het argument opgevoerd dat dit persoonsgegevens zijn, want er is een gepseudonymiseerd nummer. En toen zei INL Facet gelijk tegen me, nou laten we dat nummer gewoon schieten. Ik zei, om de dooie donder niet, daar gaan we ook ruzie over maken. Dat is veel te leuk. We zijn nu toch al bij de rechter. Dus wij bij de rechter en die landsadvocaat begint omstandig aan te tonen dat als je een gebroken been hebt en je hebt kanker en je hebt nog een paar dingen, dan zou dat wel zo uniek, en je woont in Oost-Groningen, dan zou het zo uniek kunnen zijn dat dat tot de persoon te herleiden is. En toen keek ze mij aan en zegt ze, snapt u dat niet als privacy-expert? Ik zeg, mevrouw, ik snap het heel goed, maar ik hoor zo vaak dat gepseudonymiseerd door de overheid dat het niet tot de persoon te herleiden is. En de staat is één en ondeelbaar, dus vanaf dit moment kennelijk is dus gepseudonymiseerd altijd tot de persoon te herleiden. En dat maakt deze wet al nu al bij de eerste definitie heel ingewikkeld. Dan hebben we nog twee smaakpersoonsgegevens. Een persoonsgegeven dat gewoon je adres of dat soort zaken. En persoonsgegevens die bijzonder zijn, die iets zeggen over iemands godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakvereniging. En dat natuurlijk tenzij het wel mag. En nog dingetjes rond strafrecht. Dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Daar denken we niet heel erg over na als we zelf in ons Twitter-bio zetten lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Maar dat is een vakvereniging, dus dat is eigenlijk een bijzonder persoonsgegeven. Is een foto dus een bijzonder persoonsgegeven? Nee, altijd. Is rasseninformatie. Het zegt iets over... Tenzij van de dood... Ja, maar dan nog, zelfs dan nog is het rasseninformatie. Maar dat is een goed punt. Wat zeg je? Ja, maar een foto van iemand. Ik wil naar het smoelenboek toe. Smoelenboek hoef je dus niet aan mee te werken, want dat zijn bijzondere persoonsgegevens. Je kunt gewoon een smiley of wat dan ook nemen. Dat weegt altijd zwaarder. En waarom maakt dat uit? Omdat als je gewone persoonsgegevens hebt, dan moet je zo... ga ik zo meteen natuurlijk roepen dat je moet beveiligen. Heb je bijzondere persoonsgegevens, moet je beter je best doen. Nou, wie spelen er dan in dat spel mee? Om te beginnen de betrokkenen. Dat zijn jullie en ik. Als wij ergens gegevens achterlaten, dan gaat het over ons. Of als big data dat opeens vergaart uit weet ik wat voor omgevingsinformatie.
Als dat tot de persoon te herleiden is, wel. Dus mijn naam is bijvoorbeeld heel erg tot mijn persoon te herleiden. Maar als je Jan heet en ik weet alleen Jan, is dat natuurlijk weliswaar, zou het te herleiden zijn tot de persoon. Ook goedemiddag. Nou ja, goed, dan denken we toch wel aan de wielsporter, de wielrenner. Maar een naam is een persoonsgegeven in principe natuurlijk. Een identificerend persoonsgegeven zelfs. Ja, als je Cohen heet, dan is, is de kans heel groot dat je inderdaad bij een bepaalde godsdienst en een bepaald ras hoort, ja. Dus dat klopt, ja. Of als je inderdaad Alpha Zet heet, ja, dan denk ik inderdaad meteen aan iemand uit Palestina. Ja, dat klopt. Dus dat is wel tot de persoon te herleiden. Het kan iets zeggen. Ik vind hem scherp, maar dat is wel iets wat natuurlijk na verloop van tijd wel kan veranderen. Eventje kunt hem natuurlijk ook prima Cohen heten, terwijl je helemaal misschien zeg maar getrouwd bent enzovoort. Of de naam van je vrouw hebt aangenomen. Maar inderdaad, het kan ook andere dingen zeggen. Mijn vrouw wilde absoluut niet De Winter Bulten heten. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus die heet niet alleen De Winter. Tweede is de verantwoordelijke. En dit kunnen wij ook allemaal zijn. Hè? Als wij een lijstje bijhouden in een computer, belangrijk onderscheid, dan ben je op dat moment verantwoordelijker voor die data. Nou, het staat dan ingewikkeld uitgelegd, maar in ieder geval, het komt erop neer, als jij iets met data doet, hè, jij verzamelt dat, dan ben jij de verantwoordelijke. Ja, maar ik besteed dat lekker uit aan Google. Ja, dat is heel mooi, dan zijn zij de bewerker. En dan moet jij, en daar komen we zo meteen nog wel op, eigenlijk afspraken maken met Google hoe zij dat gaan verwerken voor jou. Ah, speelt in mijn leven geen rol. Ik weet niet, heb je misschien een mobiele telefoon met ergens een contactenlijster in? Dat is zo'n voorbeeld van waar jij eigenlijk de verantwoordelijke bent. En Google voor jou de bewerker of Apple. Ja, je moet dus eventjes met Larry of met Erik of zo even om tafel gaan zitten en dat even regelen. Wat zeg je? Daar ga ik zo meteen iets over zeggen. Daar kom ik nog wel even op terug. En dan heb je nog een derde. Stel dat Google heb ik geen invloed op direct. Maar stel nou dat ik iemand inhuur om de boel te verwerken, dan heet dat een derde. Dat vind ik even niet zo belangrijk voor het grotere verhaal. De volgende vraag is, wanneer mag je dan persoonsgegevens verwerken? Nou, de eerste is als ik toestemming heb. Uitzonderingen zijn er maar een paar, hè. Kijk, als je een overheid bent en je hebt een wettelijke taak, dan mag het. Als je journalist bent, voor journalistieke doeleinden mag je ook. Want het is natuurlijk heel logisch dat als je een journalistiek onderzoek draait en het gaat over een bedrijf wat er niet zo best van afkomt, laten we het even voor het gemak Pretium noemen, altijd een goed voorbeeld. Dan is de kans heel groot dat zij anders zich zouden gaan verzetten. Ja, je houdt gegevens van ons bij. Ja, dan kun je geen onderzoek doen. Dus dat is uitgezonderd. Maar onder normale omstandigheden moet je toestemming hebben. En dit is letterlijk de wetstekst. Elke vrije specifieke op informatie berustende wilsuiting. Waarmee de betrokkenen aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens wordt verwerkt. Een paar woorden zijn heel belangrijk. Op elke vrije specifieke op informatie berustende wilsuiting. Oftewel, als je je wil uit, dan moet je wel snappen waar het over gaat. Dit wordt heel makkelijk vergeten door bedrijven. En dan wordt er gezegd van, bijvoorbeeld, we mogen het ook doorgeven aan zorgvuldig geselecteerde partners. Dat is niet, dat is voor mij niet specifiek. Dat zegt mij helemaal niets. In mijn geval kan het wel eens naar de Koekoeksklan gaan. En dan is dat een heel zorgvuldig geselecteerde partner. Maar daar heb ik er niet zo heel veel aan. Dat is een bewerker en dat is nog een interessante, want daar werd natuurlijk een enorme rel van gemaakt. Maar even heel strikt genomen gebeurde daar vanuit de wet misschien niet zo heel veel geks. Of het nou zorgvuldig is, dat is weer even een tweede, maar... en dan ook nog waarmee de betrokkenen aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden... Nou, om iets te aanvaarden moet ik het ook snappen. Nou, twee vinkbokjes met een hele berg informatie die me helemaal niets zeggen, is zeer twijfelachtig of ze daarmee aan de wet voldoen. U voelt het volgende journalistieke... Maar iedereen doet het, ja, u voelt het volgende journalistiek... Nou, ik wou...
Nee, precies. Overigens is dat dan ook nog de vraag of je dan nog vrij bent, hè, als je onder druk wordt gezet. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Oftewel, ik spreek met jou iets af en dan heb ik gegevens nodig, want ik bestel bij jou iets. Dan heb je mijn gegevens nodig, anders kun je het niet leveren. Tenzij ik zeg, wordt in de winkel opgehaald. Dan is het niet noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit wordt zo meteen heel belangrijk als ik iets heel anders ga roepen over boetes en zo. Het kan natuurlijk zijn dat er iets in de wet staat, hè? Het moet nu eenmaal. Ik krijg heel vaak van mensen mailtjes van, ja, ik was bij de notaris en die wilde mijn legitimatiebewijs kopiëren. Ja? Dat mag niet. Jawel? Nee, ik vind dat dat niet mag. Dat kan, maar in de wet staat dat dat mag. Dus ja, dat is gewoon een wettelijke verplichting. Net zoals het burgerservicenummer in de zorg. Stomme regel, maar het is wel zo. En noodzakelijk voor een vitaal belang van betrokkenen. Hè, stel dat ik ergens op straat lig en aan het doodbloeden ben en ze willen er nieuw bloed in douwen, dan mogen ze echt wel een kruistest doen om te kijken of ik bepaalde type bloed kan hebben en dat soort dingen. Of voor een wettelijke taak, nou ja, of voor een gerechtvaardigd belang. Het laatste zou je bijvoorbeeld bij kunnen voorstellen, dat je vanuit het oogpunt van beveiliging van bepaalde organisaties toch wat persoonsgegevens bijhoudt. Waar dat niet, zeg maar, hè, waar je geen toestemming voor zult krijgen. Ik heb een vraag. Stel je voor dat ik bij leiding best uitvoer en dan gaan we dat voor kinderen op zorg, dan mag ik dan vragen welke zorgverzekering doen. En mag ik dan zelfs de politie vragen of te horen voor het geval. Dat is ook. Heeft iedereen een vraag gehoord? Nee. Hij zit bij een scoutinggroep en hij vraagt van ja, mag ik aan iedereen vragen waar die persoon verzekerd is. He, dus de verzekeraar plus polisnummer. En nu ga ik iets heel raars roepen. Nee, dat mag je in principe niet, maar je mag wel vragen, en dat is wel een gerechtvaardig belang, om een kopietje van het ID, om dat mee te kunnen nemen naar een huisarts. En daar staat het burgerservicenummer op, en op basis daarvan is te achterhalen wie de zorgverzekeraar is. Ja. Nou ja, goed, op dat moment is hij wel verantwoordelijk voor de kinderen. Hè? Dus het is wel, er ligt natuurlijk wel iets. Over het algemeen worden dan vanuit de organisaties worden aan ouders ontbrekende formulieren gevraagd, waarin sowieso de bereikwijzigheid van die ouders worden gevraagd. En dat de verantwoordelijkheid bij de ouders de rest van het kind meegegeven voor de doellijn. Maar de bereikbaarheid van ouders wordt gevraagd om eventueel in het geval van nood. Nog een klein dingetje. Zijn ze jonger of ouder dan 14 jaar? Want ouder... Precies, want boven de 14 is het heel simpel. Dan moet iemand toch zijn identiteitsbewijs kunnen tonen. Dus dan hoef je verder niks te doen. Anders dan te zorgen dat die persoon dat ook heeft. Maar dit is wel in de categorie bijna get a lawyer. Ja, nou komt het mooiste wetsartikel wat wij altijd meest interessant vinden. Ik heb hem even in drieën opgeknipt, want het staat als één lange brei. De verantwoordelijke legt passende en technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer. Even, technisch en organisatorisch. Oftewel, we lossen iets op in techniek of we passen onze werkwijze op zo'n manier aan dat, dat in ieder geval een bepaald risico wordt verkleind. Nou ja, ten uitvoer, en dan is het om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onthoud die leus. Enige vorm van onrechtmatige verwerking. Ergo, het feit dat men lek is en dan zegt ja, er is geen misbruik van gemaakt, want wij kunnen dat niet vinden, is onvoldoende. Want hier staat toch echt dat de maatregelen moeten worden genomen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Nou goed. En dan is het rekening houden met de stand van de techniek. Dat is wel een hele belangrijke. Ik krijg heel vaak ook vragen. Ja, hoort die website een HTTPS te hebben? En dan willen mensen een ja-nee hebben. En dan moet ik eigenlijk gaan zeggen van ja, weet je, is dat de stand van de techniek? Nou, ik denk dat we langzamerhand wel mogen zeggen dat HTTPS is wel stand van de techniek. En de kosten van de tenuitvoerlegging zijn overzichtelijk. Dus dat loont. Maar mag ik nu verwachten dat men continue monitoring heeft 24/7. Dat is een veel ingewikkelder vraag. Dan gaat het toch over de aantal gegevens en het soort gegevens en de omzet. Dan wordt het niet zo makkelijk. Dus er is een richtsnoer van het CBP, was dat destijds nog.
En daar werden ze ook echt om gehaald. Want die gingen allemaal dingen rond ITIL en procedures en dat soort dingen uitleggen. Om dingen die wij allemaal snappen. Waarvan je denkt, ja, logisch. Waarvan natuurlijk managers heel nerveus worden. Want er is geen tickbox die je gewoon kunt invullen. Hè, van opgelost, opgelost, opgelost. En dan voldoe ik aan de wet. Dus dat is wel grappig. De maatregelen zijn er mede op gericht. Onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Oftewel, je moet in je eigen organisatie ook echt kijken of je niet meer verzamelt dan noodzakelijk. Nou, toen werd de wet veranderd. En toen kwamen er een paar nieuwe dingen. De CBP ging Autoriteit Persoonsgegevens heten. Jacob Koonstom gaat nu met pensioen. Dat is een van de set van de veranderingen. Tweede is twee machtsmiddelen. Eén is de bindende aanwijzing. Dit is echt heel, heel cool. Iemand maakt een overtreding. Mag ik heel even afzeggen dan? Iemand maakt een overtreding en dan kan de CBP of de AP nu zeggen van, u gaat dat fixen en als u dat niet doet, kost dat vanaf 30 dagen bijvoorbeeld 100.000 euro per dag. Dus dat geeft wel enige druk. En ik zag uw hand. Nog een keer voor mij, CBP. College Bescherming Persoonsgegevens. Dat was de oude naam van de toezichthouder. En die gaat nu dus Autoriteit Persoonsgegevens heten. College Bescherming Persoonsgegevens. Dankjewel. Ja. Tweede is dat er ook een last kan worden opgelegd. Dus als het CBP of die AP in de toekomst voorziet dat dingen misgaan, kunnen ze nu ook al aanwijzingen geven. Dit is heel interessant voor ons. Want als we dus nu te maken krijgen met een datalek en we zijn bang dat we niet serieus worden genomen, is er nu een nieuwe route ontstaan, namelijk het vragen of dat orgaan ingrijpt. Nou, daar is een hele mooie procedure voor. Dat heet een verzoek om een besluit te nemen. En als ze dat dan afwijzen, dan kun je gewoon naar de rechter stappen en deze organisatie nu ook dwingen om zeg maar vervolging in te stellen of in ieder geval een schenden van privacy te stoppen. Nou, ook, ja. Betekent dat ook dat je pas een boete van dwangsom opgelegd kan krijgen nadat je door de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens daarvan op de hoogte bent gesteld en een termijn hebt doorlopen? Nee. Er komt nog een losse boetebevoegdheid, dat is de volgende slide, maar dat kan ik nu al zeggen, want dat is maar een heel korte slide. 820.000 euro, dat zijn losse boetes. Die staan los van de lasten. Een last betekent, tot jij gaat doen wat ik zeg, krijg je elke dag gewoon weer een boete, of elke maand, of nou, hè, welke termijn ze bepalen. Die losse boete, die kan ook gegeven worden van 820.000 euro per overtreding. Oftewel, jij lekt data. Je meldt het niet, je bleek dus je beveiliging niet op orde te hebben, je bleek meer gegevens te verzamelen dan je zou mogen. En er stonden ook nog ten onrechte op bijzondere persoonsgegevens in. Nou, dat zijn er vier. Ja, dus dat zou in theorie 4 keer 820.000 euro kunnen zijn. En dan zouden ze ook nog kunnen zeggen, en elke dag dat dit nog voortduurt is de boete X. Om je een leuk voorbeeld te geven, ik vertelde jullie straks van die zaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit. Nadat zij omstandig hadden aangetoond in de rechtbank dat zij het persoonsgegevens vonden. En ik daar gezegd van, nou dan knip je dat stukje er toch even af. En dan geef je ons de rest. Toen heb ik op Twitter gevraagd aan wie doet er een handhavingsverzoek bij het College Bescherming Persoonsgegevens. En het verspreiden van deze database ligt nu al maanden stil. Dus je kunt daar hele leuke dingen mee doen. Het eerste half jaar, drie kwart jaar gaan er geen boetes worden opgelegd. Dat heeft het CBP aangegeven. Wat ze wel doen, is lasten opleggen. En als je aan die last niet voldoet, krijg je ook nog de boete eroverheen. Dus het is erg motiverend om gewoon je wel aan de wet te houden. Of natuurlijk die 820.000 per overtreding wordt, weet ik niet. Maar het zijn wel in ieder geval bedragen die op de radar komen van zelfs de Googles. Als, ja, weet je, het is toch een heel aardig huis per keer wat kan worden opgelegd. Nou, wat betekent die meldplicht? Als jij verwerker bent, dan moet jij de verantwoordelijke vertellen van, oeps, foutje, jouw data van jouw klanten is gelekt. De verantwoordelijke moet melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens en bij de betrokken burger als, en dan staat er het ingewikkeld,
als wij risico lopen. Voorbeeld. Ik heb een laptop en daarop een klantenbestand staan. Dat klantenbestand is versleuteld. Ik zet de laptop uit, stap uit de trein en vergeet de laptop. Dat is een datalek. Dat moet gemeld worden bij de autoriteit. En dan gaan die vragen van, ja, was die data versleuteld? Dus ik zeg, ja, was heel goed versleuteld, rot 13. En, grapje. Nee, maar hij was heel goed versleuteld. Dan hoeft het niet gemeld te worden aan de mensen. Dus wij krijgen niet te horen van heel veel datalekken die wel hebben plaatsgevonden. Dus dat... Ja, maar het is wel uiteindelijk om te zetten in persoonsgegevens en daarom is de data dus een datalek. Nou, dit is dus een hele leuke. Wie toetst dat? Dat is een toevalstreffer. Ik denk dat je daarvoor toch gewoon van mensen zoals wij afhankelijk zult blijven. En ook van journalisten die gewoon signalen krijgen dat dit soort dingen spelen. En als je dat niet krijgt, ja, ik zou niet weten hoe je het dan... En dat wordt ook heel interessant als er straks die eerste partijen langskomen die gewoon zo'n datalek geheim hebben gehouden. Kijk, ik heb ooit een keer via Responsible Disclosure bij de Staatsloterij een lek aangemeld, waarbij ik precies had gedaan... Of die persoon had precies gedaan die het bij me meldde, wat Responsible Disclosure zei. Dus er waren geen records gedownload, wel een database structuur. En vervolgens zei de Staatsloterij, nou enorm bedankt, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, gewoon precies volgens Responsible Disclosure, bla bla bla. Nou, wat is toch zo fijn, want dit was een database zonder data. Ja, weet je of ik geloof of niet? Ik kan niet een stuk maken dat er data van de Staatsloterij is gelekt, maar het is onbekend of er daadwerkelijk data in zat. In plaats van dat je de records downloadt, zou je een slecht koud steeds kunnen zien hoeveel records er waren, maar je niet dat er... Ja, en dan hadden ze nog kunnen zeggen, ja, maar dat was niet echte data, dat was testdata. Ja, weet je, dit maakt het zo enorm lastig, maar... Dit zou je dus wel kunnen melden als je het ernstige vermoeden hebt met een handhavingsverzoek. Als je zelf in de database staat. Of vermoedt dat je erin staat. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk bij de uitkomst van de Groene Hartzaak was natuurlijk... Die hacker had prima zijn eigen record. Dat van zijn neefje was ook prima, want dat neefje wist daarvan. Maar dat dossier van Joran van der Sloot, dat was een brug te ver. Ja, nee, dat is ook wel zo. Dat was ook niet noodzakelijk. Zeker omdat het om bijzondere persoonsgegevens gaat. Maar daar is hij ook op veroordeeld. Wat trouwens ook weer de goede les is. Altijd je mond houden als je wordt aangehouden. Want dat had hij zelf verteld aan de politie. En daar word je dan uiteindelijk op veroordeeld. Dat is niet handig. Maar dat is een ander dossier. Eventjes nog snel dit hele verhaal van Prism en zo. Want... als we daar eventjes naar kijken... we merken natuurlijk... Daar wordt heel veel persoonsgegevens verwerkt en dat zou dan om aanslagen te voorkomen zijn. Nou, er is een enorme lange waslijst van aanslagen waarbij de daders op de radar waren, maar niet tijdig is geacteerd. Dus kennelijk zit daar het probleem niet. En toen bedacht ik me, misschien staat gewoon op de website van de NSA wel waarom ze dat doen. Nou, dit heb ik wel eens vaker hier laten zien. In order to gain a decision advantage for the nation and our allies under all circumstances. Dit is heel belangrijk. Want dit is het persoonsgegevens verwerken voor niet-wettelijk doel in Europa. In Europa mag je persoonsgegevens verwerken om terreuraanslagen te voorkomen, maar niet om zakelijke belangen van de VS te dienen. Dus dit is wel een belangrijke. En daar heeft hij dus ook heel veel onderzoek naar gedaan. Pieter Omtzigt heeft trouwens een enorm goed boek in handen. Ja, jammer van de editor inderdaad. Dat is weer een ander verhaal. Nee, dat is gewoon waar. Ik ben er ernstig teleurgesteld over. In ieder geval, hij zegt dus van... artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens wordt geschonden. En je hebt geen recht op een fair trial enzovoort. Nou, dit ging wat voortmodderen onder Max Schrems. En wat zei toen het Europees Hof van Justitie? Dat hun gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik en tegen elke onrechtmatige raadpleging en elk onrechtmatig gebruik van deze gegevens. En nu wil ik even terug naar het begin. Want ik zei, je bent verantwoordelijke.
En hier zegt het Hof met zoveel woorden: hun gegevens doeltreffend worden beschermd tegen het risico van misbruik en tegen elk onrechtmatige raadpleging en elk onrechtmatig gebruik van deze gegevens. Dus als je net in de lach schoot toen ik zei je moet met Larry en Eric om tafel gaan zitten als je bij Google Data wil opslaan, dan is het niet zo grappig als ik dit lees. Hier staat gewoon met zoveel woorden: je hebt het maar te regelen. Je werkt met andermans gegevens, regel het maar. Dus vanuit een zakelijk oogpunt gezien weet ik niet of het zo heel erg verstandig is om met dat soort cloudleveranciers om de tafel te gaan zitten voor dit soort gegevens. Dus mensen onderschatten het belang van deze uitspraak. Nou, toen ging Art van der Steur, die, ja, u kent hem, ja, oom Art, en die had op een gegeven moment, nee, dat, die zwarte lettertjes, dat komt later. Die heeft in ieder geval in het antwoord op Kamervragen, een soort Kamerbrief op een gegeven moment, een hele mooie uitleg gegeven. De Verenigde Staten beschikken niet over een algemeen toereikendheidsoordeel van de commissie. Een dergelijk oordeel is moeilijk te geven omdat de Verenigde Staten geen samenhangend gegevensbeschermingsrecht kennen. Dit is heel belangrijk om te snappen. In Amerika kennen ze privacy niet. Dat bestaat gewoon niet. Ze hebben een vierde amendement waarin heel netjes staat opgeschreven dat je gevrijwaard moet zijn van onredelijke doorzoeking van de staat door je huis heen. Nou, dat is inmiddels ook de auto geworden in de VS. En er is een stel bejaarde rechters geweest die hebben geroepen the reasonable expectation of privacy. Om een voorbeeld te geven, als je in Amerika op straat loopt en iemand komt met een camera langs, dan moet je niet gek opkijken als je een paar maanden later opeens in een commercial blijkt mee te doen. Want je bent op straat, daar heb je geen reasonable expectation of privacy. Het is een compleet ander systeem. Ja, precies. Wij gaan er toch vanuit dat data over ons eigenlijk van ons is, min of meer. En zij gaan er toch veel meer vanuit dat data die eenmaal in de database van een bedrijf zit, van dat bedrijf is. En dat zie je nu ook dus weer gebeuren, dat de Verenigde Staten gisteren hebben gezegd dat NSA-data mogelijk gaan worden doorgegeven aan andere overheidsdiensten. Dit staat dus weer haaks op onze systematiek. Dit is echt een heel groot probleem. Dus toen dat Safe Harbor omviel en nu dat nieuwe, ik ben het vieze woord alweer vergeten, toen was mijn enige reactie ook nog maar van, nou oké, okay, hebben we al tekst gezien. Want zolang dit niet is gefixt, blijf je gewoon een enorm lastig probleem houden. Ook heeft de commissie geconstateerd dat er voor datasubjecten, dat zijn wij dus, geen toegang tot een rechtelijke of administratieve voorziening openstaat om de recht op inzage, correctie en wissing uit te oefenen. Wat ik nog niet heb gezegd is dat iedereen heeft het recht om te checken wat er over jou geregistreerd staat. Natuurlijk onder voorwaarden, want Nederland. Maar in principe mag ik elk bedrijf of elke organisatie vragen, wat weet jij over mij? En als ik dat niet op tijd krijg, dan kan ik, nee, moet ik zelfs, snel naar de rechter toe. Dus als je inzage vraagt, na 28 dagen krijg je het niet, moet je eigenlijk kun je naar de rechter toe en die beslist daar dan over. Dat is een heel krachtig recht. En in de Verenigde Staten wordt gezegd, nou ja, dat recht heb jij niet. Sterker nog, als je daar niet ingezeten bent, heb je geen rechtstitel. Dus dan zou je eigenlijk eerst naar de VS moeten vliegen, op een I-94 het land zien binnen te komen en dan mag je naar de rechter stappen. Ja. Maar dat is ook, ja, maar dat was niet de bedoeling, is ook weer die ondubbelzinnige toestemming. Snap ik daadwerkelijk wat ik onderteken? En snap ik daadwerkelijk wat de gevolgen zijn van? En ik heb pas een zaak gehad, die heeft misschien ook nog wel wat media-aandacht gekregen. In Spanje zat een Nederlander vast, Romano van der Dussen. En die wilde zijn eigen dossier inzien. En een van de dingen die je dus kunt verwachten, is juridisch dat ze natuurlijk gaan zeggen, ja, persoonlijke levenssfeer. Maar ja, omdat nu de verzoeker dezelfde is als degene wie het aangaat, had ik hem gevraagd of hij op voorhand akkoord zou zijn dat dat dan toch openbaar zou worden gemaakt. En toen gebeurde er iets heel opmerkelijks. Toen werd ik benaderd door het ministerie of ik dat toch niet zou willen intrekken en toch niet voor de WBP-optie zou willen gaan met inzage, omdat het echt heel gevoelig was. En er zaten inderdaad een paar dingen in dat dossier, die waren echt heel gevoelig. Maar wat heel boeiend was,
was dat voor het eerst toen heel duidelijk werd dat dat krachtige recht wel eens heel erg handig van pas kan komen op het moment dat die jongen dat nodig heeft. En ze hebben toen toegezegd dat hele dossier aan hem te geven, van duizenden pagina's. Dus als hij dan zelf wat naar buiten wil brengen, dan kan dat alsnog. Maar dit maakt dus wel heel grappig. Wij hebben dat soort rechten wel. En we denken vanuit ons systeem dat ze dat in de VS ook hebben, kennen ze helemaal niet. Er is slechts één rechtsdomein en dat is de zorg. Daar heb je de HIPAA-wet in Amerika. En daar hebben ze het een beetje op de Europese manier geregeld. Nou, die nieuwe wetgeving in Nederland maakt het nu heel interessant. Als je het dus niet goed regelt en je hebt het dus niet goed vastgelegd en je weet eigenlijk niet meer goed met wie je zaken doet, riskeer jij dus enorm hoge boetes. En misschien zijn die boetes nog niet eens het erge en kom je daar nog wel weer onderuit. Maar die last onder dwangsom, dat kan echt hoofdpijndossier worden. Moet je je voorstellen dat je lekker aan de draai bent met je bedrijf. Je bent dus allerlei dingen aan het doen en dan komt opeens de autoriteit persoonsgegevens langs en die zegt, dat op die manier zou ik eens niet doen. En als je het wel gaat doen na 30 dagen nog, dan heeft u een probleem. Dan kun je opeens je hele bedrijfsvoering moeten omgooien. Dus dit is wel iets waar je bedrijf van tevoren over wil laten nadenken. Welke persoonsgegevens heb je? En nogmaals, dat voorbeeld van de NZA maakt het zo grappig dat ze om zeg maar transparantie in de weg te staan een juridisch argument verzinnen en daarmee dus nu gewoon voor de rest van hun leven pseudonymisering hebben opgeblazen. En je gewoon om, ja, gewoon dat soort domheid, omdat je gewoon het speelveld niet meer overziet. Het is zoveel ingewikkelder geworden. Nou, nagenoeg alle data die je bijhoudt, is linksom of rechtsom juridisch wel om te lullen naar een persoonsgegeven. Of het moet wel heel technisch data zijn, maar ga er dus vanuit dat bijna elke organisatie dat dus ook beheert. En dan heb je dus hiermee te maken. En dit was nog maar de brief samenvatting van een best wel ingewikkelde wet. Nog vragen? Heb ik mensen beledigd? Ja. Hoe sterk zou je verwachten dat data geanonimiseerd moet zijn voordat het geen persoonsgegeven meer is? Bijvoorbeeld het dataverbruik van een huishouden zal waarschijnlijk wel onder persoonsgegeven vallen, maar van een hele wijk ook nog steeds? Of... Nou, daar is heel veel jurisprudentie over. En dit is heel grappig, want toen bij de rechtbank hebben we het daar met de landsadvocaat ook heel lang over gehad. Want zij vond alles een persoonsgegeven. En toen zei ik van, volgens mij als ik die jurisprudentie juist interpreteer, dan moet er een bepaalde hoeveelheid moeite worden gedaan. Dus dit maakt het alleen nog maar ingewikkelder. Als jij binnen enkele minuten iets tot een persoon kunt herleiden, is het eigenlijk een persoonsgegeven? Is het meer werk, hè, of uren of dagenwerk? Is het geen persoonsgegeven? Nou kan ik natuurlijk lastig met big data. Een beetje pak Twitter als bron. En koppel die opeens aan je zorgdata. En dan kan het wel eens heel veel sneller gaan dat je bij informatie kunt komen. Dus dat is niet zwart-wit. Maar in principe als het niet meer tot de persoon te herleiden is, is het geen persoonsgegeven. Nou, op wijk geanonimiseerd is een goed voorbeeld. Of op postcode geaggregeerd. Dat is niet meer tot de persoon te herleiden. Ik heb nu wel een zaak lopen tegen de politie, waarbij de politie zegt, ja, maar op postcode bepaalde incidenten met Twitter als bron, zou het ook tot de persoon te herleiden zijn. Ja, onze overheid is enorm privacy aware op het moment dat zij die data niet openbaar willen maken. En dat is eigenlijk altijd. Dus dat... Wat zeg je? Oh, ze snappen het prima. Ze snappen het prima, het principe. Alleen het is een soort gelegenheidsargument aan het worden. Maar dat is wel heel mooi. Ik ga ze allemaal aan. En ik ga heel graag ook de rol van privacy schender aan. Want ik wil heel graag die duidelijkheid hebben. Waar legt de Raad van State straks de scheidslijn? Weet je wel, alles wat duidelijkheid verschaft, daar worden we alleen maar gelukkiger van. Hoe zit het met data die al publiek is? Dus stel, jij zet op een openbaar forum gegevens neer van jezelf. Mag je dat gebruiken? Is dat dan openbaar? Nee. Op het moment dat jij het gaat verwerken, ben jij gewoon een nieuwe verantwoordelijke.
En als jij dus zegt van nou, ik snap waar je naartoe wilt. Je ziet een paar dumps voorbij komen op Pastebin. En je maakt er een mooie database van. Wat heel belangrijk is, en dat is eigenlijk bij privacy of bij de wet bescherming persoonsgegevens altijd. Je moet opschrijven waarom je het doet. Als je zegt, ik hark data van Pastebin, omdat ik daarmee iets wil aantonen wat min of meer een journalistiek doel is. Hoe lek we zijn en hoe compleet het beeld van mensen kan zijn, maar ik wil er verder niets mee doen dan dat. Dan is dat een gerechtvaardig belang. Als ik dat bijvoorbeeld echt vanuit onderzoek zou doen, dan kan dat. Als je zegt van nou, ik wil een mooie complete klantenbase, want ik wil dat daarna een Russische criminele verkopen, dat is geen gerechtvaardig belang. En dan is het gewoon een business case. En dan mag het dus niet. Ja, het is, ja nee, goed, weet je, de meeste datalekken hebben natuurlijk nog steeds gewoon met plain and simple criminaliteit en pegels te maken. Niet met iets anders. Is dat een hele mooie uitzondering voor journalisten? Jij bent natuurlijk een journalist, geen probleem. Zijn wij als... Kunnen wij ook allemaal journalist zijn, als blogger? In mijn volgende boek ga ik heel uitgebreid op die problematiek in. Want ik geloof niet meer dat de journalist nog bestaat. Ja, dat zijn degenen die de ANP'tjes tikken. Maar ja, ik ben ook niet... Ik beschouw mezelf maar voor een heel klein gedeelte als journalist. En voor een heel groot gedeelte gewoon als ICT die lezingen geeft en een aantal andere dingen doet. Om heel sec te zijn... Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt dat een ieder heeft het recht op vrije meningsuiting. Dus als jij een blog bijhoudt, dan is dat journalistiek. Het Openbaar Ministerie wil daar niet aan. Maar ik denk dat als je dat op een gegeven moment in Straatsburg een keer laat checken, dat vrij makkelijk fluitend doorlopen wordt. Ja. Want dat is wel iets waar je... Je zei, jij bent ook gewoon net zo goed journalist of activist. Oh, een activist trouwens ook. Hè? Een journalist en een activist staan gelijk juridisch aan elkaar. Dus als je zegt van ik doe dit voor de Piratenpartij om bijvoorbeeld iets aan te tonen en daarmee een politiek statement te maken, dan is dat net zo gerechtvaardigd. Dus het zit weer in de documentatie van wat je doet. En het grappige is, want ik heb een hele passage nu in mijn boek over het gedoe rond journalisten die bijklussen. Dat is logisch als je in loondienstverband zit, maar als ik zelfstandiger ben ik dan een bijklussende journalist? Of is het een klussende journalist of iemand die als ICT'er af en toe bijklust als journalist? Weet je, wat komt nu eerst en wat komt nu laatst? Dat is in onze samenleving heel anders geworden. Dus dat moet nog een keer bevochten worden, denk ik. Maar wat wel een feit is, en daar heb je gelijk in, wij zijn heel horizontaal geworden. Je bent journalist, maar alleen nog niet gepubliceerd misschien. Nou ja, iedereen met een Twitterfeed. Ik bedoel, wat is een artikel? Waarom denk je dat ik... Een paar maanden geleden ben ik enorm boos geworden op de politie die dus langsgaat bij mensen die op Facebook of Twitter allerlei dingen posten. Niet omdat ik zo fijn vind dat ze racistische dingen posten, maar wel op een tweeledig. Eén, omdat je daarmee gewoon mensen het gevoel geeft dat ze altijd als ze een mening uiten de overheidsvel weten te vinden. Dat is een enorme privacy schending. Tweede is dat als mensen echt opruiend bezig zijn, dan wil ik gewoon dat het OM vervolgt. En dat wil ik om een heleboel redenen. Ik heb in Amsterdam een beetje zicht op wat er gebeurt met racisme daar. En dat stijgt daar gewoon met dubbelcijferige percentages. Het aantal geweldsincidenten. Dus ik vind een politie die aanbelt en zegt, haal die Facebook-posting maar weg. En dan lullen we nergens meer over. Ja, weet je, dat zou ik ook graag willen. Stelen bij de Albert Heijn. En als ik gewoon gepakt word, zeg ik, als ik nou terugleg, zullen we dan het nergens meer over hebben. Want dat is een misdrijf wat minder zwaar is. Dus... Ja, dit maakt het. Je merkt dat de staat en de overheid niet zeg maar goed meekomt in hoe de samenleving aan het veranderen is. En dat die rollen nu veel meer door elkaar lopen. Ja, maar dat is een heel ander debat en dat wil ik heel graag aangaan, maar dan. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat het het opportuniteitsbeginsel is natuurlijk een hele lastige. Hè, dat soms wel wordt vervolgd. En bijvoorbeeld dat speelt nu bij die jongen die dus op een gegeven moment wifi heeft gehackt. En dat meisje in Canada zelfmoord heeft gepleegd. Daar zet het OM nu opeens echt alles op alles om die jongen gewoon veroordeeld te krijgen. En dan kun je echt nu langzamerhand de vraag gaan stellen. Is die veroordeling nu echt het doel of is de waarheidsvinding nog het doel? En als ik de vraag stel, dan heb ik eigenlijk voor mezelf al beantwoord.
Maar dat is wel, en dat is best lastig, omdat die jongen heeft ook nog iets met kinderporno gedaan, dus dat maakt het ook nog een ingewikkelde zaak. Maar in de kern, hij wordt anders behandeld dan als jij of ik het had gedaan. Of nou ja, als jij het had gedaan. Om nog even terug te komen op de kwestie van de politie die op Facebook je op komt sporen. Vond ik het persoonlijk echt vooral heel erg opvallend hoe dat in de media werd gebracht. Dat het, ik vond het één ding dat dat zeg maar überhaupt gebeurde en dat ze op je deur kwamen aankloppen. Wordt het niet meer? Oh. Dat het zo op het nieuws komt en dat mensen gewoon worden bang gemaakt met het idee van Big Brother is watching you. Ja, precies dat. Maar dat... De media is stuk, denk ik, langzamerhand. En de media snapt niet goed meer wat er in de samenleving gaande is. En om je een voorbeeld te geven. In Oranje was op een gegeven moment dat gedoe met staatssecretaris Dijkhoff. Die mensen hadden gezegd dat ze het ja zeiden tegen 5 keer hun aantal inwoners als asielzoekers. Toen werd dat 10 keer zoveel. En toen gingen de mensen stijgen. En toen zei ze, ja, maar we hadden toch een afspraak. En toen zei Dijkhoff... Ik verbreek nu die afspraak. En toen sloeg de vlam in de pan. Dat simpele feit werd niet begrepen in de media. Die zeiden, het zijn een stel xenofobe mensen. Nou ja, ik ken geen enkel ander dorp in Nederland dat het ja heeft gezegd tegen 5 keer een aantal inwoners. Dus weet je, ze deden allerlei activiteiten. Het woord xenofoob hoort daar niet thuis. Werd wel door de media zo geframed. En daarmee misten ze, in mijn ogen, dat wat er gebeurde was een horizontale samenleving die gewoon struikelde over een verticaal bestuur. En dan kun je zo'n vrouw die dan voor die auto gaat en die kun je dan belachelijk gaan maken. Je kunt ook gewoon zeggen, hier ligt een burger zeg maar, die het niet meer weet. Ja, die zich even niet zo heel erg handig uit. En ja, want slim was het allemaal niet. Maar je kunt daar ook even doorheen kijken en proberen te zien wat er zeg maar, gewoon maatschappelijk gaande is. En dat is wat de media momenteel structureel aan het missen zijn, is dat wij anders functioneren dan zij beschrijven. En ik vind dat heel, ik zie het ook, ik vind dat ook heel zorgwekkend. Ik merk ook dat geschreeuw ook steeds harder wordt. Pas was ik op Radio 1 en toen vroeg iemand of ik voor of tegen asielzoekers was. Ik was echt gewoon verbouwereerd over de vraag van, gewoon echt iets blauw in de ogen, nog even een vraagje, ben je voor of tegen asielzoekers? Ik zeg, waar vandaan en waarom en hoe dan? En over wie hebben we het? Ja, dat kon ze niet zeggen. Ik zeg, hoe kan ik dan zeggen of ik voor of tegen ben? Ik zeg, als het een oorlogsmisdadiger is, ben ik sowieso tegen. En ja, nee, zij ook. Ik zeg, nou, dat is heel fijn om te horen. Maar dit is dus precies hoe een goed deel van de media opereert. En dat is dus ook waarom het heel prettig is, dat wij zelf ook gewoon een deel van die macht in handen hebben. En door zelf je blogs te kunnen schrijven, debatten te kunnen voeren. Ik denk dat dat gewoon heel gezond is. We zijn nu al lang van de wet bescherming persoonsgegevens af. Maar het is wel mooi dat we hier toch zijn uitgekomen. Ja. Je gaf net aan het buitenland. Op het moment dat bedrijven in het buitenland zitten, ben je dan sowieso aan de goden overgeleverd? Oh. In Amerika? Nou, Dit is heel mooi. Als het binnen de werkingsruimte van de Europese Raad is. Hè, dus dat zijn alle vertrouwde landen zoals binnen Europa, Rusland. Nou goed, allemaal landen waar we het allemaal goed mee kunnen vinden. Alles binnen de, dat zijn 42 of 43 landen of zo. Nou, die landen, daar mag je data op zich opslaan. Als het daarbuiten is, mag het wel als er waarborgen zijn dat minimaal aan het Europese niveau wordt gedaan. Dus er zijn een paar landen waar het beter is geregeld op papier. India, Israël en Argentinië. Daar mag je het ook zo opslaan, maar de Verenigde Staten dus niet zomaar. En daarom was die Safe Harbor Agreement was ook noodzakelijk. Want dan dachten ze het daarmee gedekt te hebben. En daarom was ik ook, en ben ik nog heel cynisch over dat nieuwe akkoord. Weet je, ze hebben nu een soort richtlijn en we vinden elkaar nog steeds lief. Maar tot het op papier staat en die waarborgen inzichtelijk zijn, ga ik vanuit dat er niets is. Dus buiten de Europese Unie opslaan is probleem. Oh, en nou even lekker chauvinistisch. Data die in Nederland staat levert ons geld op. Maar... Nou, dat is business die hier is en niet ergens over de plas is. Ja. En hoe zit het met data die door een buitenlandse partij in Europa opgeslagen is?
Bijvoorbeeld een datacentrum in Ierland of in Nederland? Of... Een datacentrum in Ierland... Oké, okay, dat maakt het concreet. Nou, in principe valt dat gewoon onder de Europese richtlijn. Ik zeg erbij in principe, omdat het natuurlijk op een gegeven moment een clash is. De Amerikaanse wetgeving zegt van wij mogen erbij. Nou ja, Microsoft is dat nu aan het uitvechten. Ja, ik weet, dat is dus heel ingewikkeld. In principe zou ons, op Nederlandse bodem geldt Nederlands recht of Europees recht. En dus op Ierse bodem ook Europees recht. Dus dat zou voor moeten gaan. Maar ja, ik vind Amerika altijd een heel ingewikkeld voorbeeld. Dus ik zou er nog even... Ja, ik... Overigens, dat is misschien nog wel even heel goed besef dat in Europa wij al wel iets hebben bereikt. Het feit dat Apple nu zo enorm bezig is om zich te verzetten tegen de FBI, heeft alles met vertrouwen in business te maken. Het ultieme argument waar gewoon al die Amerikaanse bedrijven als de dood voor zijn, is dat wij gaan weglopen massaal en zeggen... Weet je, we doen het niet, want onze persoonsgegevens zijn er niet goed beschermd. Dus wij willen daar geen business doen. Dus kijk, Apple is... ik denk niet dat Apple de meest veilige plek is om je data te stallen. Maar in ieder geval, ze snappen nu wel dat ze naar buiten toe in ieder geval dit statement moeten maken. En dit meewerken een soort cruciaal moment is. Dus ik vind het wel heel boeiend. En ik vind het ook wel heel intrigerend dat dan Bill Gates iets wel heeft gezegd... en dan toch weer niet heeft gezegd over... inzagen. En natuurlijk willen de slachtoffers weten wat die dader heeft gedaan. Ja, de. Maar dat is net iets, ja. Als je in business wil blijven, lijkt me dat ook een hele verstandige positie. Ja. Naar China toe. Hoe zit het dan? Hey. Nou, één, als de data inderdaad zal al in China zijn. En als je dat niet goed hebt geregeld, ben je dus gewoon in overtreding. Dat is eigenlijk heel simpel. Je moet dat gewoon, op het moment dat het daar berust, moet het gewoon geborgd zijn. En de Chinese wetgeving is niet heel anders dan de... Hij is wel anders en ook in een andere taal geschreven. Maar het netto resultaat is wel dat in China de data ook niet zo heel erg veilig is. Dus eigenlijk een waslijstje van de AIVD heeft gewoon nu een heel mooi waslijstje gemaakt... van landen waar je data zeg maar erg slecht aan toe is. En ook China staat op dat lijstje. Misschien is het een lijstje waar het wel veilig is. Ja, nee... Het zijn maar een paar landen. Ja, weet je, dat zijn maar een paar landen. RevSpace, Tuckerlab, Hack42, daar zou ik mijn data wel durven neerzetten. Maar, ja. Ja. Ik denk dat dit het wel was, toch? Oké. Okay.